Hier is het bewegend beeld van Rutte in de zaal. Meneer Rutte, hoe is het gevoel vandaag? Ogen open te doen. En hoe voelt u zich? Ik denk, dat zeg ik nooit. Dat ik gewoon van die. Meneer Rutte, is het een gek moment dit, of niet? Wat zegt u? Is het een gek moment? Dat is niet goed. Nee, dat is niet goed. Ik moet even door. Sorry. Het wordt even zuinig, meneer Rutte. Nou ja, dit is het totale infantiele onvermogen van de journalistiek. Wie gaat daar nou staan, meneer Rutte? Hoe voelt u zich? Nou, meneer, ik voel me kloten. Ik heb nog nooit eerder iemand vermoord en nu heb ik een heel kabinet vermoord. Dus ik zit een beetje met, ja, ik heb buikpijn. Het is een wonder dat die Saab nog rijdt. Nee. Hij had ook klassieke muziek aan staan in die auto. Ja, hij heeft wel, denk ik, ja, misschien dat hij de toppers even uit had gezet. Die komen pas weer op het congres, neem ik aan. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, we blijven dit volgen uiteraard de komende tijd.